Attentie, attentie, dames en heren van Nederland. Wij hebben zojuist vernomen dat een welbekende gevangene is ontsnapt uit de gevangenis. Wij waarschuwen u voor deze zeer gevaarlijke persoon. Meneer! Meneer, wat is het? Wij hebben het vernomen uit de supermarkt. De Lidl. De Lidl. Daar is een pak koekjes gestolen. Dus? Wij vermoeden dat u de dader bent. We weten niet waar u de gestolen goederen heeft gelaten. Maar zou u met ons mee willen komen naar het bureau, anders doen we het niet zo vaak. Ik heb echt niks meer op het werk. Je vraagt maar aan die mensen die net langs liepen. Dus jullie net een man hier, een jongen, met een blauw shirt en een of andere muts op. Die rent zo die kant op. Ja, dat geloven we niet. Dat is gewoon onderuit komen. Kom onderaf, fiets maar neer. Kom maar mee naar het bureau. Kom maar. Een dag later. Ja, ben jij diegene die niet chill? Ja, man, ik heb gewoon een fiets gekocht. Ja, hij is best mooi, maar hij vraagt maar 30 euro. Oké, dat is snel gehad. Ja, dat is goed, man. Dat ben je. Ja, ja. Heel precies. Later, super. Heel bedankt. Later. Yo. Hé, man, doe die camera uit. Hé, kap. Ah, ja. Kap. In dit filmpje wordt discriminatie en racisme lachwekkend uitgebeeld. Maar in het echt wordt er honderden kinderen gepest omdat ze er anders uitzien. Niet alleen op scholen, maar ook in de maatschappij wordt gediscrimineerd. Wij vinden dat discriminatie niet hoort en iedereen is gelijk. Wat vind jij ervan? Zie je pas wat ik schrik, laat ik de camera afvallen. Wat is de nummerbord? Hoor jij niet te fietsen? Oh ja, kut. Oké, we gaan nu kijken. We gaan nu Alexander, ik weet niet waar die is, maar hij is ergens. Dus even rennen. Oh, kut, zijn broek. Alexander! Gast!